De VHP'er Cheryl Dijksteel, die in Wanica gekozen is, zegt dat los van de multi-etnische transformatie binnen de partij, er ook gekeken moest worden naar de grassroots, oftewel de ghetto. Dit haalde zij gisteren aan in het ATV-programma Verkiezingsupdate. Dijksteel wijst erop dat de VHP bekend stond als een partij voor de intellectuelen. Maar de partij is gegroeid naar één die er voor de gehele samenleving is, benadrukt de gekozen DNA-kandidaat. Volgens haar heeft de Meet the People-campagne van de VHP ertoe geleid dat de problemen van de ghetto opgemerkt konden worden, waardoor de partij haar visie heeft kunnen verrijken. Dijksteel gaat nader in op de ervaringen tijdens de Meet the People-campagne. En op basis daarvan is er een verkiezingsprogramma geschreven. Dus dat heeft gemaakt dat we echt naar de mensen, naar alle lagen zijn geweest, dat men anders is gaan denken en inderdaad heeft gezegd van, die VHP laat zien dat ze zelf die transformatie wil ondergaan, ondergaat en dat toont. Toch? En ik denk dat dat ons behoorlijk wat vertrouwen heeft opgeleverd bij de mensen en dus als resultaat de stemmen. Dus op bepaalde momenten, in eerste plaats heel warm. Maar ook met kanttekeningen van, jullie komen voor het eerst hier, toch? Ook van, wat komen jullie hier doen? Ja. En dat hebben we uitgelegd, zoals ik dat net heb gedaan. En we hebben met de mensen gepraat. En de mensen hebben aangegeven dat, ja, op bepaalde momenten van, hey, we hadden het niet zo bekeken, toch? Misschien inderdaad moeten we jullie een kans geven. Dat is een aantal keren letterlijk gezegd. Verder haalde Dijksteel aan dat de VHP in haar transformatieproces van een etnische naar een multi-etnische partij werk heeft verzet in geheel Suriname. Transformatie in elk geval regionaal, dus qua geografie, om het even zo te zeggen. We zijn in alle districten hebben we meegedaan aan de verkiezingen, weliswaar niet in alle districten zetels gehaald, maar je bent een proces begonnen. Dat is de eerste plaats. Als je zegt je bent een nationale partij, dan doe je niet mee in alleen de 5 productiedistricten, om het even zo te zeggen. We hebben in alle 10 districten meegedaan en we hebben ervoor gezorgd dat eigenlijk elke etniciteit, en laat me daar de leiding alle credit voor geven, elke etniciteit zich thuis voelt bij de VHP. Want ook ik als nu gekozen kandidaat heb 3-4 jaren geleden, ondanks ik mijn bijdrage leverde, keek ik met argusogen. Toch? Ik moet daar eerlijk over zijn. Ja. Van, gaat het wel lukken? Doen ze dat wel echt? En dat hebben ze getoond. Ik ben later erbij gevoegd en het voelt goed. Cheryl Dijksteel, de gekozen VHP-DNA-kandidaat in Wanica. Ze sprak gisteren in het ATV-programma Update Verkiezingen. In een voorgaande verkiezingsupdate-programma met de analisten Jack Menke en Kirti Algo heeft Menke aangegeven dat Shanti Venetiaan bij kans 4500 stemmen nodig had om bij voorkeur gekozen te worden. Echter is de formule om met voorkeursstemmen gekozen te worden het aantal stemmen gedeeld door het aantal zetels die door de partij in het kiesdistrict behaald zijn. Daar de NPS in kiesdistrict Paramaribo ruim 21.000 stemmen heeft behaald, had Venetiaan dus niet 4500 stemmen, maar 7.214 stemmen nodig om met voorkeur te worden gekozen.